Het rationaliseren van staatsbedrijven is van groot belang om onze economie te kunnen stimuleren. Het reorganiseren van deze bedrijven zal ervoor zorg dragen dat de producten en diensten van deze bedrijven verbeterd zullen worden en dat de druk op de staatsbegroting zal worden verminderd. Hierop wees VHP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin de regering vandaag tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Nationale Assemblée. Rationalisering van staatsbedrijven, waardoor de efficiëntie wordt vergroot, de kostprijs naar reële proporties teruggebracht worden, de druk op de staatsbegroting wordt verminderd, de inkomsten van de staat wordt vergroot en de druk op de samenleving door de doorwerking en toerekening van onrealistische tarieven worden weggenomen. We hebben recentelijk die discussie gehad met betrekking tot de energieprijzen. En het is gebleven met een scissertje dat nader besproken zal worden. Maar voorzitter, ik blijf erbij. Wij kunnen niet onnodig tarieven verhogen waarbij we weten dat de middelen daar gaan en niet efficiënt en effectief gebruikt worden, voorzitter. Gayadin wees er ook op dat de wurgcontracten bij vele staatsbedrijven moeten worden aangepakt in het kader van de reorganisatie van deze bedrijven. Om de economische groei te bevorderen, moet de staat grote publieke werken laten uitvoeren door de particuliere sector. Te denken valt aan investeringen in de bouw, constructie, de infrastructuur. Ja, we praten over woningbouw, scholenbouw, verbetering van uitbreiding, weg- en ontwateringsinfrastructuur. Hierdoor zal er een multiplier effect ontstaan, waardoor toeleveringsbedrijven gaan opleven, de werkgelegenheid gaat toenemen en er zuigkracht gaat ontstaan op overheidspersoneel, dan wel de verbetering van infrastructuur ondersteunend voor de andere sectoren. Aziz Kumar Gayadin vandaag in DNA. De parlementariër is van mening dat de topstructuren van ministeries en staatsbedrijven niet volgestopt moeten worden met politieke sympathisanten, maar er moeten capabele personen op de posities worden geplaatst. Ook moet er serieus gekeken worden naar het vraagstuk waarbij er een kabinet van de president op elk ministerie of staatsbedrijf opereert.